Gisteren won Mathieu van der Poel het WK veldrijden in het Brabantse Hoger Heide. Misschien niet heel verrassend, want ik las dat het parcours was gebouwd door Adrie van der Poel, de vader van veldrijders David en Mathieu van der Poel, die dus won. Blijkbaar kan dat gewoon allemaal bij veldrijden. Klinkt als een bijzondere sport en daarom is het tijd voor... Ja, avondshow, sportstudio waarin we zaken tot op de bodem uitzoeken en veel vaker nog net daarboven. Aangeschoven is onze vaste sportredacteur Diederik Smit. Ja, Diederik, dat klinkt natuurlijk wel raar. Er is een WK en degene die het parcours mag bouwen is de vader van de topfavoriet. Ja. Ja, maar het is niet zo dat hij daar ook direct voordeel van had. Maar die Adrie van der Poel was daar dus als vader van een deelnemer en als parcoursbouwer. Dan heb je toch een dubbele pet. Nee, hij had maar één pet. En oké, op die pet staat supportersclub David en Mathieu van der Poel. Maar hij is in de eerste plaats natuurlijk parcoursbouwer. Ja, ik heb trouwens wat beelden gezien. Volgens mij is het geen goede parcoursbouwer. Want? Nou ja, we kunnen wel even kijken. Kijk hier, het is een fietswedstrijd. Maar die trap, die is zo steil dat ze er niet kunnen fietsen. Dan doe je toch iets niet goed als parcoursbouwer. Nee, maar ja, dit hoort erbij. Waarom? Ja. Je hebt toch ook niet bij de marathon van... oh ja, dit stukje is met de tram. Nee, ja. Dat is veldrijden. Daar hoort gewoon, ja, daar horen hindernissen bij. Met trappen, met balken, met belgen, met modder. En, ja. en was dit dan een relatief zwaar parcours? Ja, sommigen vonden van wel, anderen vonden van niet. Ja, wat voor parcours was het? Adrie van der Poel die zei er zelf dit over. Eerst de brug over, na de start. Dus een weg, een brug over. Dan een grote lus. En dan draai je de materiaalpost in. Materiaalpost uit tot aan het bos. Blijf je parallel rijden aan het bos tot bijna het laagste punt. Links, links. Afdalingje. Afdaling naar de nieuwe lus in de wei. Rechts, rechts, links. En dan kom je in het zicht van de VIP-tent en draai je bijna 180 graden terug het bos in. Met twee lusjes naar beneden, de brug over. Dan langs de weg. Balken omhoog, klein heuveltje, naar beneden, trappen omhoog, de off-camber en dan links, links en dan de finish. Zo, ik heb een beetje mee zitten tekenen en ik kom hierop uit. Ja. Dat is wel... Ja. Daar was ook wel wat kritiek op. Aan de andere kant, concreet heeft Mathieu van der Poel daar natuurlijk geen voordeel van gehad. En je moet ook bedenken, zijn vader die maakt dat parcours niet alleen. Dat is een heel team, er zitten allemaal mensen die dat parcours ook aanharken bijvoorbeeld. Ja, oké, dat is wel waar natuurlijk. Ja. In dit geval was dat dan Jacques van der Poel, de oom van Mathieu van der Poel. En Jens van der Poel, de neef van Mathieu van der Poel. Oké. Het blijft raar. Het is heel raar, absoluut. Maar ja, dat is veldrijden. Dat is gewoon een rare wereld. Het is allemaal net wat ongepolijster dan bij het wielrennen. De renners die zijn ook wat harder. Dat zag je gisteren ook weer bij die Canadees. We kunnen even kijken. Deze beelden zijn trouwens misschien schokkend voor wijsvingers. Oh, en een crash van de binnenkant. Een Canadees. En een Canadees samen. De Canadees zet zijn vinger nog even recht. Oh, fuck. Ja. Ja, hij legt hier wel even de vinger op de goede plek. Ja, duidelijk nog wat recht te zetten. Ja. Maar goed, het was eigenlijk een soort... Het was ook eigenlijk een soort Nederland-België, hè? Gisteren. Ja, zeker. De tweestrijd, hè? Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Die twee beheersen eigenlijk die hele sport. Er zijn nu 108 wedstrijden geweest waar Van Aert en Van der Poel allebei aan meededen. Van die 108 wedstrijden zijn er 104 gewonnen door één van beiden. Wauw. Dus 4 niet. Dus dat is even om aan te geven dat er nog wel wat meer goede renners zijn. En de andere renners die geven zichzelf ook helemaal geen kans om te winnen. Luister even naar Lars van der Haar. Wat wil Lars van der Haar vandaag? Een goede uitslag rijden. Wat is een goede uitslag? Ja, die derde plaats is natuurlijk het allermooiste. Ja. De derde plaats is eigenlijk het allerhoogste wat je kunt bereiken in het veldrijden. Hij werd trouwens vierde. Maar ja, het is dus eigenlijk tweede. Dus eigenlijk eerste. Nou ja, ja. En wie werd de derde dan? Derde werd Elie Iserbiet, een Belg. En die zei ook na afloop... Ik ga de podiumfoto printen, laten signeren door Wout en Mathieu... en boven mijn bed hangen. Dat zijn een beetje de verhoudingen. Wauw. Maar dit is dus ook weer een Belg. Tot nu toe klinkt het niet echt als een hele grote internationale sport. Nee. Nou ja, je hebt Nederlanders en Belgen, dus dat is eigenlijk nog best internationaal. Ja, en hoe is dat bij de vrouwen dan bijvoorbeeld? Nou, als je bijvoorbeeld daar kijkt naar de huidige top 7 van het wereldbekerklassement... die bestaat uit Fem van Empel, Puk Pietersen, Shirin van Anrooy, Lucinda Brandt... Inge van der Heijden, Denise Betsema en Céline Del Carmen Alvarado. Oh. Ja, dat is ook een Nederlandse hoor, maar dat is... Okay. Ja, dus je ziet wel dat die sport steeds internationaler wordt. Ja, ja, en steeds cooler, viel me op. Want de wedstrijd werd ook in beeld gebracht met drones. Ja. De NOS die schreef daar ook over. Hier, zo zag je veldrijden nog nooit. Wie zitten er achter die spectaculaire dronebeelden? Zoom.
Was dit voor het eerst dat de NOS Zoom zei? Eerste keer was een artikel in 2007. Artikel over de populairste jongensnamen in Amsterdam. Oké, helder. Dus deze was 22e, geloof ik. Toch nog? Ja. Ja. Hey, zullen we even gaan kijken anders naar die dronebeelden? Ja, want dat zag er heel mooi uit. Ja, ja. En wat een heerlijke beelden. Eindelijk door die drone zie je de snelheid waarmee... Ja, het is bizar hoe snel ze door zo'n bosje heen rijden. Ja, je kan het gewoon veel beter volgen met zo'n drone. Ze hadden het eerst ook geprobeerd met een witte ballon. maar ja... Die is weggewaaid en ze weten niet waarheen, dus dit was een mooie oplossing. Overigens werd de finish, die werd dan weer heel slecht in beeld gebracht, hier. Vroege aanval, Mathieu van der Poel. In het zicht van de finish, Wout van Aert moet komen met het antwoord. Van der Poel kiest voor de verrassing, trekt zich helemaal uit elkaar en gaat het halen. Ja. Vijfde wereldtitel, Mathieu van der Poel. Ja, hij ging juichen, dus daar was blijkbaar de finish. Maar bij de regie dachten ze dus, dit is het beslissende moment in de race. Welk wiel komt als eerste over de streep? Weet je wat? We filmen hun bovenlijven. Ja, het is nog geluk dat hij het zelf even aangaf. Ja. Maar er was ook iemand die helemaal niks heeft gezien van de finish. Adrie van der Poel. Want hier, ik las dit. De beslissende sprint heeft Adrie niet live gezien. Een invalide meisje vroeg net op dat moment om een handtekening. Ja. Ja, hier kunnen twee dingen gebeurd zijn. Of dit was een invalide meisje dat helemaal vanuit Noordoost-Groningen naar Brabant is gereisd. Met een rolstoel, door de modder, 3 keer lek gereden. Allemaal voor een handtekening van haar held Adrie van der Poel. Ja. Maar ja, iedereen wil een handtekening van Adrie van der Poel. Dus er staan allemaal mensen omheen. Ze komt er niet langs. Alleen tijdens de finish is iedereen afgeleid en kan ze het vragen. En Adrie van der Poel, die met zijn eigen ogen kan zien hoe zijn zoon wereldkampioen wordt op het parcours dat hij zelf heeft gebouwd, kiest ervoor om dat niet te doen. En dat invalide meisje de dag van haar leven te bezorgen. Of? Adrie van der Poel vond het een beetje irritant en dat meisje was nog helemaal niet invalide. Oh ja, ja. Dat kan. Ja. We weten het niet. Nee, je weet het niet. Nee. Ik denk dat laatste. Ik ook, ja, natuurlijk. Ja, ja. Viel jij verder nog iets op dit weekend? Moeten we het nog even hebben over Feyenoord PSV? Nee, het was gewoon een gelijkspelletje met rode kaart. Na een doodschop waarbij het bloed uit iemands dijbeen gutste. En een invaller die 2 keer scoort, waaronder de gelijkmaker met een afstandsschot in de 96e minuut. Dus ja, een zakelijke 2-2. Hoeven we het verder niet over te hebben. Wat ik wel heel leuk vond trouwens, dat was Barcelona-Sevilla. Het briefje van Jordan. Het briefje van Jordan? Ja. Middenvelder Joan Jordan van Sevilla, die kreeg gisteren tijdens de wedstrijd een briefje van zijn coach met aanwijzingen. Dat gebeurt wel vaker. Je had ooit natuurlijk dat beroemde briefje van Koeman aan Virgil van Dijk in die Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland. Iedereen kan zich dat nog wel herinneren. Nee. Precies. Nou, dit was dus zo'nzelfde briefje met daarop een wijziging in de opstelling. Alleen dit briefje was wat aan de lange kant. Let op, hij krijgt het briefje en dan duurt het nogal lang voordat hij het helemaal gelezen heeft. En telkens als het spel stil ligt, moet hij weer gaan kijken. Ja, het is gewoon veel te lang. We zijn er ook even ingedoken wat daar dan op staat. Want je kunt natuurlijk inzoomen. En wat er dan op staat, dat is... Jij moet Jordi Alba dekken, die geboren werd op de eerste lentedag van 1989... in het slaperige provincieplaatsje Los Piletes de Llobregat. Goudelje dekt Pedri, die mij door zijn jeugdige blik doet denken aan een prachtig en vaak misbegrepen verhaal van de Nederlandse schrijver Pim Lammers, maar dat geheel terzijde. Dit is gewoon te lang. Hij heeft daar 3 minuten staan lezen. En heeft het wel gewerkt? Nee, want dit was weer 2 minuten later. Hier scoort de tegenpartij de 2-0. Nou ja, oké. Okay. Nou goed, al met al. Heerlijk sportdagje dus. Een heerlijk sportdagje, ja. Behalve voor studiosportpresentator Jeroen Stomphorst. Want iemand die zette te snel de eindmuziek aan. Oh. Daarbij zijn we uiteindelijk gekomen van deze heerlijke sportmiddag. We sluiten af natuurlijk met de man van de middag. Mathieu van der Poel tegen de andere Pelle. Paul van Aert. Zo ken ik hem helemaal niet. Nee, nee, maar ja, wat zij doen, dat is ook echt Champions League, hè? En Henry, Jeroen, Sjoerd, Tom Egbers. Voor de camera allemaal heel gezellig, maar achter de schermen zijn het echt beesten. Oké, dat is gezegd. Goed, mag ik jou heel hartelijk bedanken. Oh, kan gebeuren. Het blijft mensenwerk. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Oh, sorry, ik was even mijn Be Real aan het maken. Maar weet je wat pas echt real is? NPO Start. Moet je eens kijken, joh. Geloof me, dat wordt de nieuwe trend. Fuck Be Real.